Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft na klachten vanuit de samenleving besloten om personeelsleden van het CBB een klantvriendelijkheids- en klantgerichtheidstraining te laten volgen. Minister Brontë Somaggio heeft vanmorgen de training officieel gelanceerd, waarbij hij de personeelsleden moed insprak. Volgens de bewindsman zal deze training zowel het CBB als de samenleving ten goede komen. Belangrijk is omdat wij weten natuurlijk dat CBB de grootste dienstverlenende organisatie is van het land. En de dienstverlening kan beter. Dat kan vanuit het oogpunt vanuit de ambtenaar, maar ook vanuit het oogpunt vanuit het consument. En deze klantgerichtheidstraining is voor beide kanten goed. De ambtenaren krijgen nu de tools om klantgerichter te zijn. En de consument gaat daar de vruchten van plukken. Ik heb ook weer de afgelopen tijden de klachten gehoord van een paar CBB-kantoren. Maar tegelijkertijd wil ik zeggen, we moeten wel rekening houden met de coronapandemie waarin we nu zitten. Dus als er een rij langer is dan normaal of een BVB-kantoor later open is dan normaal, laten we daarmee rekening houden. Aan de andere kant zeg ik ook, de consument moet op zijn best bediend worden. En ik denk dat een van die tools een klantgerichtheidstraining is. Zoals je weet, vanaf het begin zijn wij bezig met CBB. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we maken kleine stappen vooruit. Op het CBB wordt nog veel met papier gewerkt. Het ligt in de bedoeling dat alle overheidsinstanties, dus ook het CBB, geautomatiseerd worden, zegt Somaggio. Voordat wij afzwaaien, willen wij ervoor zorgen dat CBB helemaal gedigitaliseerd is. We hebben daar een aanval mee gemaakt. Belangrijk voor digitaliseren is dat de documenten, de brondocumenten goed zijn. Dus dat de informatie wat in de brondocumenten klopt. En dat is ook goedgekeurd door de regering. We hebben toestemming gehad om de brondocumenten te valideren. Dus we gaan stuk voor stuk kijken of ze allemaal kloppen. En dan gaan we ze in een digitale snelweg gooien. En ik hoop dat binnen een jaar, twee jaar af te hebben. Maar u kunt ervan overtuigd zijn. CBB gaat ook volledig digitaliseren. Dat betekent dat er voor onze medewerkers van het CBB ook andere taakstellingen komen. Leukere activiteiten, diepzinnige activiteiten waarmee zij zich kunnen bezighouden. Dus uw antwoord kort daarop, ja, wij gaan digitaliseren. De training zal nog enkele maanden duren. Daarna zal er een natraject zijn om te zien wat het resultaat van de training is.